was dat ook van begin af aan de plek. Ja, ja. En ook het gebouw. Dit gebouw wil hij. Absoluut, want dit is het mooiste wederopbouwgebouw wat Rotterdam heeft. En met die schaal, die maat, met die bedrijvigheid binnen, met die rare hellingbanen die er allemaal zijn. En eigenlijk ook met een soort dak bovenop wat al lang niet meer gebruikt is. En met een theatertje daar wat natuurlijk... Oh, maar je loopt vanuit de trap, loop je ook het terras op, het balkon op van Engels, van het Gardans gebouw. Dat fascineert me, mensen op het dak. Want dan heb je ook het gevoel dat die stad verder gaat. Dat is een beetje wat je in die maquettes ook zag, van Constant. Dat je het gevoel hebt van, oh, er gebeurt iets boven. Dat is eigenlijk wat je, niet alleen door die trap, maar met name ook door het dak ziet. Je legt gewoon een laag erbij. Of de beleving van de stad, die krijgt er gewoon een extra niveau bij. Ja, en daardoor ook meer mogelijkheden. Want je krijgt dan ook adressen bovenop. En je krijgt ook meer... Dat er meer perspectieven die je anders niet zou kunnen zij maken. Kijken naar ons en wij kijken naar hun. Dus eigenlijk ook een hele komische spiegeling van activiteit. Zullen we eens even... Ja, laten we heen gaan. Het schept ook een verwachting, die trap. Ja, je gaat naar boven, je hoopt dat ze het beloofde land te vinden. Ja. Dat is, ik hoop dan ook niet dat het tegenvalt, want dat is... maar je moet ook een beetje moeite doen. Dat is net iets... Maar dat is niet, dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ergens voel je dat het een soort rewarding is. Een beloning. Het zou natuurlijk ontzettend gaaf zijn, hè? Nou, hier, dat dit ook een permanent ding zou worden. Ja. Een rode roltrappen. En dat we vanaf die hoek misschien nog een brug slaan, hè, naar die nieuwe toren. Ja. Dat we doorgaan over het voormalige bouwcentrum. Ja. Dat we misschien naar Kodaars gaan en daar naar die, waar ze hun restaurants hebben, op die hogere verdieping. Dat je dat aantikt en doorgaat naar de Doelen. In sommige steden heb je zo'n parallele stad onder de grond. Maar het is natuurlijk veel leuker om een parallele stad boven de grond te hebben, waarbij je die dingen met elkaar verbindt. Want het is leuker om in de open lucht te lopen dan ergens in die donkere gangen. Ja, nee, dat klopt. En je boort daarmee mogelijk nieuwe bouwsels aan, nieuw gebruik aan. Dat zo'n Coolblue misschien nog wel eens iets met dat dak zou moeten gaan doen. Ja.